Grimbergen wordt vanaf vandaag het versgebakken biobrood met de bakfiets aan huis geleverd. De sociale werkplaats Den Diepenboomgaard is met een broodronde gestart. Sina vergezelde Peter vandaag op zijn eerste ronde met de biobakfiets. Een Boomgaard in Grimbergen is een sociale werkplaats die mensen te werk stelt en ze ook bijvoorbeeld een beroep aanleert. Bijvoorbeeld bakker is een knelpuntberoep en we gaan proberen om die mensen het bakkerstil aan te leren en tegelijk gaan we die andere mensen die dan brood gaan leveren ook leren aan handelingen, het sociale contact terug op te leren nemen. Eigenlijk. Oké, okay, goeiedag. Tot volgende week. Of... Ja, goeiedag. Dag. Up to the next. Voorlopig is het enkel de Borgt. De Borgt, daar hebben we een aantal klanten. We hebben daar een flyer in gedaan. We hebben de huizen gaan reclame maken. En we denken er wel aan om de biobakfiets uit te breiden naar andere gebieden in Grimbergen. Het is wel koud met de fiets rijden, maar als ik de mensen hun brood kan geven, dan vind ik dat wel tof. En dat merkt ook wel. Ja, de mensen zijn blij. Bio is ook milieu en we proberen op een milieuvriendelijke manier brood aan de man te brengen. Vandaar de biobakfiets. En het is helemaal niet de bedoeling om met een wagen of zo erachter te gaan rijden. Ook niet als het heel koud is? Dat gaan we moeten evalueren. Uiterste weersomstandigheden zoals een paar weken geleden, ja, daar sluit ik natuurlijk niet uit. Ja, niet thuis. Oké, volgende.